We zijn hier op het ICT Watercongres in Nieuwegein. Tijdens dit congres gaan we in op drie thema's: automatisering, informatisering en water 4.0. ICT Water is voor nu met name bekend voor haar rol in de industriële en procesautomatisering. En de toekomstige rol gaat ook meer op de informatisering en water 4.0 zijn. Door meer samen te werken met partners. Wij zijn als ABB actief onder andere in de waterwereld, in het drinkwater, in de afvalwater. ABB en ICT hebben elkaar nodig en we maken gebruik van elkaar kennis, zodat we ook kwalitatief goede projecten op de markt zetten. We hebben al een tendens gezien dat controlekamers tot stand komen ook in de waterwereld. Dat heeft vaak verschillende aanleidingen waarom je dat wilt. Een van die aanleidingen is meer sturen op KPI's, dus data slim samenbrengen. Maar zodra je op KPI's gaat sturen, maak je de wereld ook wat abstracter. Maar als je daar dan die geografische laag overheen legt, dan geef je weer context en dan zie je ook waar ben ik bezig. Voor dat user experience design is kennis nodig en daar investeren we nu samen met ICT in, om daarvoor met name nu de watermarkt ook de juiste oplossing te leveren. Vanuit Schneider Electric werken wij veel met kenniscluster of wat we noemen ecosystemen. En wat wij proberen te doen is de dialoog te faciliteren en te zorgen dat we elkaar beter kunnen vinden door risico's in projectrealisatie te minimaliseren en contractvormen te vinden die samenwerking mogelijk maken. Ik denk dat dat hetgeen is wat ons het meest gaat helpen. ICT is het beste in grote en complexe projecten. Dus wij kijken zeer uit naar de toekomst. Het ultieme is om de volledige watercyclus, op het gebied van oppervlaktewater, afvalwater, drinkwater, tot zelfs grondwater en koppeling met eigenlijk meteorologische informatie op het gebied van water, om die te ontsluiten en voorspellingsmodellen te gaan bieden voor de hele cyclus. En dan kijk ik echt naar de verrekijker en naar de horizon.